In de provincie Noord-Holland komen we tot 2030 175.000 woningen tekort. Hierdoor zijn er op dit moment geen betaalbare woningen te vinden in onze provincie. Leraren, politieagenten, verpleegkundigen en starters kunnen in de stad geen woning meer kopen of huren. Dit vraagt om nieuwe en creatieve oplossingen, die ervoor gaan zorgen dat men sneller en betaalbaar kan bouwen. Daarom heeft de VVD gevraagd om een masterplan wonen, om woningbouw te versnellen en woningen betaalbaar te houden. Zie het als een gereedschapskist waarmee het huizenprobleem aangepakt gaat worden. Het inzetten van verschillende gereedschappen helpt om het probleem op te lossen. Deze eerste versie van het masterplan wonen is in ogen van de VVD een prima eerste stap in het verbeteren van de situatie op de woningmarkt. Maar met het masterplan wonen zijn we er nog niet. We moeten permanent blijven denken over hoe we woningbouw moeten versnellen. We onderschrijven de gedachte om van binnenstedelijk naar buiten te bouwen. Wat de VVD betreft biedt dat op korte termijn onvoldoende ruimte. Dus waar het nodig is en waar het kan, moeten we nu al onderzoeken waar we kunnen bouwen in het groen. Zo kunnen we als VVD een bijdrage leveren bij het aanpakken van de woningsnood.